Morgen praat ik met twee bevlogen Kamerleden. We zien jullie regelmatig naar de interruptiemicrofoon snellen in de Tweede Kamer. Dat is nu wat anders dan vroeger. Je moet veilig afstand houden. Maar mijn vraag is, hoe zijn jullie vanmorgen wakker geworden? Ik begin met jou, Joël. Oh, nou dat was wel met pijn in mijn rug. Ik denk dat dat komt door het thuiswerken. Want je zit op zo'n keukenstoel en voor je het weet zit je toch weer 6 uur, 7 uur te skypen en te zoomen en te vergaderen. En dat is natuurlijk niet wat je moet doen met zo'n slechte stoel beginnen. Gelukkig gaan we weer meer vergaderen. Dus dan zitten we op een andere stoel en we lopen veel meer dan van de ene zaal naar de andere zaal. Dus ik hoop dat het weer beter wordt. Martijn, hoe ben jij wakker geworden vanmorgen? Nou, eigenlijk door de kerkklok. Ik woon in Sittard met Yvonne en de kinderen direct naast de kerk. En de kinderen zijn nu al over de 10 jaar, dus we worden 's ochtends niet meer wakker van de kinderen. Maar als mooi die klok 7 keer slaat in Sittard, dan word ik daar heerlijk wakker van. En dan kijk ik zo vanuit het slaapkamerraam naar de gebrand schilderde ramen van de Petruskerk in Sittard. Als je bijvoorbeeld naar Saoedi-Arabië gaat, daar luidt geen kerkklok. En heel veel landen in deze wereld luidt geen kerkklok. Simpel omdat er geen kerk mag zijn. Dit is de zondag van de vervolgde christenen. We hebben 2,1 miljard christenen op deze wereld en bijna 300 miljoen worden er vervolgd. In welk land worden christenen het zwaarst vervolgd? Ja, dat is Noord-Korea. Dat is eigenlijk al jaren het geval. Maar je ziet dat in heel veel verschillende landen nu het ook echt nog erger wordt. Dat valt eigenlijk zo tegen. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk te zorgen dat die christenvervolging minder wordt. Maar in landen waar het nationalisme opkomt, waar je vooral je eigen natiestaat voorop wil zetten, daar zitten dictators, maar ook regeringsleiders die democratisch gekozen worden, helemaal niet te wachten op christenen die veel minder met het land hebben, maar veel meer met het geloof. En dat maakt het heel erg lastig. En dat wil zeggen dat er echt voldoende werk is in de komende tijd. Ja, als we dan even bij Noord-Korea blijven. Schets eens het beeld van je bent christen. Er zijn veel christenen in Noord-Korea. Ik ben een paar keer geweest. Hoe leven die? Ja, die leven natuurlijk onder zware dictatuur. En er is één koning en één dictator. En daar moet naar geluisterd worden. En als men de Bijbel opent of bij elkaar wil komen in groepen, dan heb je de kans dat je wordt opgepakt, dat je in heropvoedingskampen terechtkomt. En daar zitten heel veel christenen. En de angst is natuurlijk enorm. Dus wat je ziet is dat men zelf censuur toepast. Men het geloof voor zichzelf houdt. De Bijbel leest, maar dan in het geheim. Maar je ziet tegelijkertijd ook wel zelf van huiskringen die bij elkaar komen. Maar ja, dat is heel spannend. Noord-Korea is nummer 1 inderdaad. Maar als je kijkt naar de aantallen, dan kom je al snel op China natuurlijk. Met 80 miljoen vervolgde christenen. Waar, als je een beetje door het land heen reist, we zijn er ook geweest als Commissie Buitenlandse Zaken, dan denk je van nou, het is op zich een goed georganiseerd land. Ja, we weten nu dat corona natuurlijk hard heeft toegeslagen. Maar als je dan de christenen spreekt en je hoort dat ze, nu leeft het weer op, de christenvervolging in China, dat ze echt met angst en beven bij elkaar komen. Dan is dat een hele andere wereld als we het hier in het Westen kennen. Ja, ik ben iets ouder dan jullie. Ik ben in China geweest. Ik maakte een interview met een dominee en die werd toen het programma in Nederland werd uitgezonden opgepakt en heeft een half jaar gevangen gezeten. Ja. Maar toen waren er nauwelijks christenen in China. Nu zijn er 120 miljoen. Lange tijd ging dat goed, hè, zolang de kerk zich maar aan de voorschriften van de overheid hield. Het drie zelfkerk heet dat. Waarom slaat dat nu weer om? Ja, je ziet dat het communistische regime, denk ik, benauwder wordt. Dat men vrijer wil gaan denken. Men ziet ook wat er in het Westen gebeurt. Hoewel de censuur op internet is nog steeds heel groot. Als je daar bent en je wil naar de site van Amnesty, dan lukt dat gewoon niet. Het is geblokkeerd. Hoe meer de jongeren hun stem willen laten horen, hoe groter de repressie van de staat. En je ziet dat de kruizen nu zelfs van de kerken af moeten in het openbare leven weggemoffeld worden. De leer van de communistische staat in de kerk gepredikt moet worden. Ik heb daar een keer een geheime dienst mee gemaakt. En toen kreeg ik de vraag of ik wilde spreken. En de staat hier zegt, je mag niet over het koninkrijk praten, want dat is een bedreiging. En je mag niet over de Heilige Geest praten, want dat vinden ze ongrijpbaar. Maar hij zegt, doe het maar wel, want dat is de kracht van het evangelie. Ja, je ziet dat corona natuurlijk ook in veel landen echt wordt gebruikt om de vrijheid ook van religie onnodig te beknotten. Natuurlijk ook in Nederland zien we dat we door coronamaatregelen minder kunnen. Maar dat kerken daardoor
echt niet meer in staat worden gesteld om op enige wijze ook nog maar iets uit te zenden of samen te doen. Dat is echt heel schadelijk. En overigens moeten wij er als volksvertegenwoordigers ook in eigen land op letten. Want het is ook heel raar dat je wel naar de IKEA mag op zondag, maar niet naar de kerk. Dus daar moeten we ook in Nederland op letten. Dat we niet zorgen dat ook de religie hier in ons eigen land onnodig beknot wordt. Je mag ook op zondag naar de meubelboulevard. De meeste winkels zijn weer open. Maar de kerk, zei Rutte... Nou, ik denk dat we en dat de christengemeenschap ook gewoon naar Rutte moet toestappen. Je ziet dat de fitnessorganisaties dat doen. Betaald voetbal gaat nu lobbyen. De kerken moeten ook opstaan en dat zullen we zeker ondersteunen. Door een plan neer te leggen van, nou, zo kan het wel. Want als je die anderhalve meter afstand moet houden, ja, dat betekent misschien dat je een paar keer de diensten moet gaan organiseren, maar dat we wel weer bij elkaar kunnen komen. Jullie snellen regelmatig naar de interruptiemicrofoon. Ik herinner me dat je het opnam voor vervolgde christenen in Myanmar. Dat zijn er 3,5 miljoen. En toen kreeg je op je kop van mevrouw Plauwen. Ja, ik was natuurlijk heel blij dat wij samen hadden gezorgd dat in dat coalitieprogramma stond dat we voor vervolgde christenen opkwamen. Joël heeft zich daar ook zeer sterk voor gemaakt. En dat is echt heel belangrijk. Dus ik zei, we moeten meer doen voor vervolgde christenen. Nou, dan komt mevrouw Plauwen naar voren. En die zegt, ja, maar mevrouw de voorzitter en die Rohingya in Myanmar. Dan, en toen zei ik, ja, zeker moeten we er ook voor opkomen. En 750.000 moslims zomaar aan de kant gezet. Ik zeg maar, laten we dan die 3,5 miljoen christenen in dat land, die hetzelfde lot ondergaan, niet vergeten. Waar komt die inspiratie bij jullie vandaan? Kijk even naar, waarom maken jullie je hier ook zo druk om? Naast de andere zaken die jullie in portefeuille hebben overigens. Nou, het is wat Martijn zegt. Ik voer inderdaad al jaren die discussie, ook eerder met Pechtold. Dan komen ze weer met een christenen. Maar als je de cijfers naast elkaar legt, dan zie je gewoon dat christenen de grootste groep is. Je noemde de cijfers net, in de wereld. En dan zie je dat het gewoon weinig aandacht krijgt in de Kamer. Dus daarom hebben we inderdaad, toen we de coalitieakkoord maakten, hebben gezegd, maar nu moet eens een keer gewoon hard opgeschreven worden. Martijn en ik hebben ons hard gemaakt voor een speciale ambassadeur godsdienstvrijheid. En die is er ook gekomen. Nou, dat is voor het eerst dat Nederland een speciale ambassadeur heeft met godsdienstvrijheid. Ja. In Europa is er eentje die nu dreigt weg te vallen. Waarbij we ook weer proberen om die weer opnieuw te positioneren. Want het is gewoon heel hard nodig. En waar komt die passie vandaan? Ja, vanwege, ik kan dat nooit goed begrijpen als je voorgangers spreekt of christenen spreekt in die landen die zeggen, het simpele feit dat wij geloven, dat maakt ons een crimineel of een terrorist. En die begrijpen het gewoon niet. Het is gewoon bizar. Ze zijn geen bedreiging, ze hebben geen wapens. Het enige wat ze doen is het koninkrijk van Jezus volgen. Nou, en dat zou iedereen moeten omarmen in plaats van dat het een bedreiging zien. En waar komt die passie vandaan? Ja, Galaten 6 spreekt erover. Een tekst die niet zo snel naar voren komt als het gaat om dit onderwerp. Maar de bergreden, Matthäus 5, daar staat natuurlijk ook zalig zijn degenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En Jezus heeft dat heel scherp toen ook geformuleerd. Ik denk best wel moeilijk. Dat is best moeilijk. Ja. Maar hij zegt wel van hou vast en hou vol en loop de wedloop. Ja. En wij jagen wel eens allerlei, want zalig betekent natuurlijk gewoon geluk. Hè? Dus gelukkig zijn degenen die. In die bergreden, dat vind ik zo mooi, dat er gewoon staat, ja, je wordt gelukkig als je het opneemt voor de vertrapte, voor de mindere en ook voor de geloofsgenoten. Ja. Ik herinner me toen Hongarije nog communistisch was en ik was er met een groep jongeren. Dat het mij de meeste indruk maakte dat de jongeren van die gereformeerde kerk daar als een belijdenis van hun geloof deden. Dan zei de staat, oké, dan mag je niet verder studeren. Dat is je prijs. En ik vond dat onbegrijpelijk. Maar als je doortrekt naar deze tijd, is het nog veel heftiger geworden. ISIS, die op de kust van Libië 11 christenen met het zwaard onthoudt, puur omdat ze christen zijn. Dus er zijn verschrikkelijke voorbeelden. Christenen kiezen niet de makkelijkste weg. Hè? Ik bedoel, Jezus in Matthäus 10 waarschuwt u de christenen ook. Hè? Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dus als je mijn woord spreekt, ja, dan krijg je niet gemakkelijk. En dat blijkt ook. En als je ziet hoe, als ik naar mezelf kijk, denk ik van, nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik ben gewoon heel prettig opgevoed. En ik kreeg doopsel zomaar cadeau. Was ik een paar dagen geboren. De eerste heilige communie, zoals dat in Limburg. Dan gaat een halve bruiloft, lijkt het wel. Weet je wel, waar je van alles cadeau krijgt. Het vormsel doe je. Dus ik ben niet vervolgd omwille van mijn geloof. Ja. Dus dat maakt mij ook des te sterker. Dat ik van, ja, maar juist die christenen die dat wel doen. Hè, de vrijheid van godsdienst is zo'n enorm goed. Je gaf al een lesje in het katholiek jongeren opvoedingssysteem. Dat formuleer ik wat ongelukkig, maar je lacht er gelukkig om. Ja, we gaan even naar de paus. Je hebt groot respect voor deze paus, Franciscus. Want die
doet ook regelmatig een appel op de wereld, waar die ook komt, voor vervolgde christenen. Of ja. Sowieso mensen die vervolgd worden. Ja, ja, absoluut. Die inspireert hem ook enorm. Ik zit in het ICLN, dat is het International Catholic Legislators Network. En daar hebben we ook één keer per jaar een bijeenkomst met de paus in Rome. En hij inspireert ook enorm om daar ook mee door te gaan. En wat ik vooral prachtig vindt aan die pauze is dat hij eerst zegt, kijk nou eens even wat mensen eerst nodig hebben voordat je met je eigen verhaal begint of dat je begint te zeggen wat van die kerk zou moeten of mogen. Wat hebben mensen nodig? Dat is wat hij altijd vraagt. Ja. Ik geef het naar jou, Johan. En ruim een jaar geleden was je hier met Saif al-Malouk, de advocaat die Asia Bibi verdedigde in Pakistan. Pakistan op de wereldranglijst van vervolgde christenen, plaats nummer 5. Ja. Dus dat is heftig. Dat gaat ook om vele tientallen miljoenen christenen. Heel bijzonder hoe jij hebt ingezet voor Asia Bibi en ook Saif al-Malouk hier naar Nederland hebt gehaald en daardoor hebt gezorgd dat die jonge vrouw die gevangen gezet werd om haar geloof, simpel omdat ze een moslim een beker water gaf, dat was eigenlijk alles, vrij kwam. Hoe is het met Saif? Het gaat goed. Ik heb onlangs nog weer contact gehouden, wat app-contact. En als hij in Europa is, in de buurt is, dan komt hij naar Nederland en dan hebben we weer even gesprekken. Het was heel bijzonder inderdaad hier te zijn, want dezelfde dag hebben we nog geprobeerd, en dat is ook gelukt, om een asielvergunning voor hem te krijgen. Ik vind dat de man een heel moedig werk doet, want hij wordt dagelijks nu vanwege het vrijpleiten van Asia Bibi, ja, wordt hij bedreigd. En hij heeft een hele hoop werk wat hij normaal had voor moslims, is hij kwijtgeraakt omdat hij een christen had verdedigd. Ja. En op dit moment verdedigt hij weer een echtpaar wat vervolgd wordt vanwege blasfemie, godslastering, beschuldiging. Dus hij steekt echt enorm zijn nek uit en het is zodanig dat hij nu denkt, ik weet niet hoe lang ik het nog volhoud. Dus het is een hele moedige man. Ik denk dat we voor hem moeten bidden. Het is een moslimman, hè? Dat hebben we ook gehoord, ja, in de uitzending. Maar enorme drijf om het voor de meest kwetsbaren op te nemen. Ja, zeker. Mag ik nog één ding? Want ja, we hadden het net over Pakistan en corona, hoe het, ja, in Nederland is. Maar in Pakistan is het natuurlijk nog erger voor christenen geworden. Ja. Want ze worden daar, nu dat de voedselhulp een beetje op gang komt en de medische zorg op gang komt, worden ze daar, naast de vervolging die er al was, ook nog eens een keer gediscrimineerd in de hulpverlening. Dus ik weet dat ook christenen in Nederland en de Pakistanse gemeenschap geld inzamelt voor hun broeders en zusters daar. En dat geldt eigenlijk ook voor India en voor meer van die landen. Hè. Dus er komt een dubbele, met corona komt een, ja, dubbele discriminatie van christenen, ja, bij. Weet je wat me verbaast? We kunnen hier op het ogenblik niet naar de kerk. Die tijd gaat weer komen. Maar we hebben hier volledige vrijheid van godsdienst. We kunnen eigenlijk alles doen wat we, ja, willen, hoe we willen. Grote bijeenkomsten, die gaan ook weer komen. 75.000 christenen op opwekking. 20.000 jongeren op een jongerendag. Allemaal mogelijk. Dat is heel uniek. En dan kan ik wel eens, dan denk ik, verdraait nog een toe, die christenen in Nederland. Het lijkt wel of het ook een beetje voorbij gaat. Dat is niet helemaal zo. Hè? Je ziet ook wel positieve dingen. Als ik even Soedan als voorbeeld noem. Uiteindelijk is de weerstand toen Mirjam de doodstraf dreigde te krijgen, heeft de hele internationale gemeenschap en ook Nederland aan de bel getrokken. We hebben hier toen met Jubilee Campaign petities aangeboden aan de Soedanese ambassadeur. Nou, vond hij niet leuk. Maar uiteindelijk is ze door die internationale druk wel vrijgekomen. En nu is El Bashir, de grote dictator daar, is verdwenen. Er komt meer vrijheid voor christenen in Soedan. Dus er zijn wel hier en daar lichtpuntjes door die internationale druk. Ja, ja. Maar ik vind wel dat als je ziet hoe weinig het een thema is in Nederland. Ik kan maar zeggen, als we de cijfers over verkeersdoden krijgen. Ik ben woordvoerder infrastructuur geweest, ja, voordat ik woordvoerder buitenlandse zaken was. Nou, dat is lijn in last, want er vallen, ik noem maar wat, 400 doden in het verkeer. Verschrikkelijk. En dat is ook goed dat we daarvoor op onze achterste benen staan. Maar die duizenden en duizenden doden, gewonden, miljoenen onderdrukte, elke dag weer van christenen. Ja, dat is eigenlijk, dat gaat gewoon voorbij. We zijn het miljoenengetal moe. Ja. En dat mag niet op dit punt. En daarom zou, ja, en daar blijven wij ook altijd voor, om dat soort dingen ook maatschappelijk echt een veel groter thema, ja, te maken. Het is ook een geestelijke strijd, hè? En daarom is dat gebed ook zo belangrijk. Er komt ook weer een nacht van gebed voor de vervolgde christenen. Dat is volgende week, hè? Ja, dat is volgende week. Het begint vrijdag en het eindigt zaterdag. Als je ziet dat islamitische wetgeving in veel van dit soort landen gewoon nog de doodstraf heeft op bekering. Het feit dat je bekeert tot een ander geloof, krijg je de doodstraf. En we hebben het er ook wel eens eerder over gehad. We halen af en toe eens organisaties die zich hiermee bezighouden, Open Doors, Jubilee, de Ondergrondse Kerk, naar de Kamer en dan brainstormen. Wat zouden we nou kunnen doen? Hè? En dit is een van die thema's, de doodstraf op bekering. Ik vind dat we daar een enorme campagne over moeten gaan opzetten. Dat dit gewoon niet kan, dat dit uit die wetgeving moet.
Je had het net over Open Doors. Ik laat toch even dit kaartje zien. Want hier zie je hoe de vervolging zich in deze wereld afspeelt. De grijze vlakken zijn de landen waar geen christenvervolging is. En dan naarmate de kleur heftiger wordt, is ook de vervolging heftiger. Dus het is op deze zondag voor de vervolgde christenen blijft het heel, heel hard nodig. Het is volgens mij wel mooi als mensen beschikking hebben over internet en naar die website gaan van Open Doors. Kun je ook klikken op elk land. Dan staat ook precies de beschrijving. Hoe is de situatie daar? Om hoeveel christenen gaat het? Wat zijn de meest voorkomende tekenen van de vervolging in dat land? Dus het is wel ook heel informatief en wel ook schokkend. Ja. Zeker. Gaat het beter worden? We zijn christenen en we weten dat een koninkrijk van God aankomend is. Dus we hebben hoop voor deze wereld. Het wordt anders. In de tussentijd blijven wij, Martijn en ik, ons stinkende best doen. Trouwens samen met Kees van der Staaij en ik hoop met al die andere Kamerleden. Sjoerdsma is ook steeds vaker betrokken van D66. Ja. Dus we blijven onze stinkende best doen om die kleine lichtpuntjes in de wereld te versterken. De gezamenlijke liefde die we hebben geleerd, ook vanuit Jezus, dat ons ook echt moet sterken om dat geloof en die hoop vast te houden. Mooi. Geef jullie beiden de kans om een oproep te doen aan de kijkers van Out of Power. Dat zijn er tegenwoordig heel veel, nu de kerk niet meer open kan. Wat is jullie vraag vandaag op de zondag van de vervolgde christenen? Daar is de camera. Ik zou mensen willen oproepen om betrokken te blijven bij vervolgde christenen. En dat kan op verschillende manieren. We hebben de verschillende organisaties al genoemd. Open Doors, Jubilee Campaign, de Ondergrondse Kerk. Steun ze met wat je kwijt kan, maar laten we ook in gebed gaan voor al onze geloofsgenoten. En dat kan volgende week via de livestream Nacht van Gebed. Volg het, klik aan en bid mee, want het is ook een geestelijke strijd. Bid zeker voor alle christenen, zeker de christenen die het moeilijk hebben. En je hoeft niet meteen naar de andere kant te kijken van de wereld, maar je mag wel ook al beginnen aan je buren te vertellen hoe erg het is. Of op een verjaardagsfeestje, als we het ook hebben dat het betaald voetbal niet doorgaat, vertel ook eens een keer hoe het zit met vervolgende christenen. Dat mag ook in je eigen omgeving, want als de eigen omgeving hier in Nederland meer bewust wordt van dat grote wereldse probleem, dan kunnen we met een veel sterkere macht naar die andere kant van de wereld kijken. Martijn, Joël, heel hartelijk bedankt. Ik ben trots op jullie. Jullie blijven onverminderd doorgaan. Dank je wel. Dus we hebben voor jullie allebei, dat is ons Vaderdag geschenk, de Hour of Power Bank. Ah, oh, heel dus veel als dank. Je, heel als veel je dank. Out of power bent, dan heb je hier weer power. Kijk, nou, ja. Heel veel dank. Mooi. Oké, okay. Juist ook mooi om daarover te praten op deze zondag voor vervolgde christenen. En wij hebben een oproep aan u. Ik kom in deze tijd bijna niet buiten. Ik heb ook weinig contact met de mensen in mijn buurt. Natuurlijk heb ik wel contact met mijn kinderen en kleinkinderen, maar ik kan ze nu geen knuffel geven. Ik mis ze enorm. Op de televisie zie ik steeds zoveel nare dingen. Maar voor mij is er één uitzondering en dat is de dienst op zondag van Hour of Power. Dan luister ik heerlijk naar de mooie gesprekken en de opbouwende woorden van Bobby Schuller. En de prachtige muziek. Ik zing altijd gewoon mee. Dan voelt het toch een beetje als samen. Ja, dat is echt het lichtpuntje van mijn week. Dan voel ik me geliefd. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Bel 035 538 0588 of ga naar hourofpower.nl en word donateur. We zien wat eenzaamheid in Nederland is, maar bedenk je eens wat het is om christen te zijn in een vervolgde situatie, zo hebben we gehoord. Dat je een enorme eenzaamheid hebt, dat je je geloof verborgen moet houden. Als Hour of Power vinden we het belangrijk dat we niet alleen in Nederland onze programma's uitzenden, maar wereldwijd wordt Hour of Power uitgezonden. En we kunnen ook vanuit Nederland meehelpen dat dat mogelijk blijft. Zo hebben we ook een kantoor in Hongkong die voor de Chinese Hour of Power uitzendt. Dus ik wil ook van harte vragen om over de landsgrenzen heen te kijken vandaag op de zondag voor de vervolgde christenen. Hour of Power Nederland te steunen, zodat we ook verder in deze wereld het mogelijk maken dat heel veel christenen Hour of Power kunnen zien. Hartelijk dank voor uw steun en ik weet zeker dat u hieraan wilt meewerken.